2014 is het jaar geweest waarin de Delta-strategie zoetwater tot stand is gekomen. En we hebben een strategie ontwikkeld waarmee onder veranderende omstandigheden in de toekomst, minder water beschikbaar, meer droogte, we toch in staat zullen zijn om alle behoeftes aan water te voorzien. Internationaal wordt er ook veel gewerkt aan het ontwikkelen van strategieën om goed om te gaan met watertekortsituaties. Indonesië is een mooi voorbeeld, daar wordt gewerkt aan het beter voorspellen van droogtesituaties, zodat boeren eigenlijk meer risico kunnen gaan nemen in het planten van een derde crop, wat ze nu niet doen, omdat vaak de kans dat er watertekort is te groot is. In 2015, ik denk dat wat heel belangrijk is, we zijn bezig met het ontwikkelen van instrumentarium om droogte- en watertekort situaties beter te kunnen voorspellen. En ook beter te kunnen voorspellen wat voor soort maatregelen je moet gebruiken om die problemen op te lossen. En een heel mooi voorbeeld daarvan is het gebruik wat we gaan maken van echt satellietdata, waarmee we op allerlei schalen voorspellingen kunnen gaan doen over het optreden van droogtes en watertekorten.